Dank je, Tom. Ik heb hier een bakje. Dus, voilà. De titel van mijn speech is Hoe u koopkracht behouden, want dat is ook mijn groot probleem. Mijn ervaringen. Ik ben vrij jong, 32 of 31. Maar ik heb op jonge leeftijd geld geërfd, 10 jaar terug. Omdat dus een van mijn ouders vroeg is komen te overlijden, waardoor dat ik 10 jaar heb ervaren hoe dat je geld niet moet beleggen. Mijn eerste ervaring was in 2000, mijn eigen spaargeld. De dotcom, bubbel was bezig, mijn broer was veel geld aan het verdienen. En ik zeg, Bert, smet mijn geld daar ook maar eens in. En nog een jaar later was alles verdwenen in Lernout en Oudspie. Dat was mijn eerste ervaring, zeer naïef van mezelf natuurlijk. Het tweede was dan eigenlijk iets ernstiger en dat was dus het kapitaal dat geërfd werd. Mijn grootvader had beslist dus van dat al door te geven, maar toch nog te zorgen dat hij daar het beslissingsrecht over behield. En dus had hij beslist ook van het te beleggen bij ING. En we waren begonnen in 1999 en onze opa had gekozen voor een gebalanceerde portefeuille, een neutrale portefeuille. En 2-3 jaar later was er 25% verloren door de dotcom-crash. Dat was geen prettige ervaring, waardoor dat ik ook begon te denken, wat gebeurt er hier? En dus ben ik mijn eigen onderzoek gestart. Ik heb een paar boeken gelezen, maar het boek dat mij toch wel het meeste is bijgebleven, is het boek van Mark Faber, Tomorrow's Gold. Hij heeft dat uitgebracht in 2002, 2003. Ik heb het in 2005 gekocht. En zijn stelling is, kijk, om goed te beleggen, om goed te investeren, volstaat het om maar één keuze te maken om de 10 jaar. En namelijk uw geld steken in datgene dat de komende 10 jaar het goed zal doen. Bijvoorbeeld, als u in de jaren 70 zo slim was om te zeggen dat goud hier dat is eigenlijk in 50 jaar nog altijd hetzelfde waard, want goud was gekoppeld met een dollar en was 31 of 32 dollar waard. En dat was al 50 jaar aan het stuk, $32 waard. Maar het liep serieus fout. De Golden 60s was een periode van welvaart, maar toch ook veel inflatie. En de overheid was veel meer geld aan het uitgeven nadat er binnenkwam. Ze waren dus aan het printen. Maar er was een goudstandaard en ze dienden dus het goud te geven in ruil voor $31. En met als gevolg dat goud altijd kleiner, minder en minder werd. Het goud verdween. En dus een verstandig man zag komen dat op een gegeven moment de regering zou beslissen van geen goud meer te geven voor $32. Want anders waren ze snel failliet. En dus is in 1972 goud losgekoppeld en boenk. Gemiddeld rendement 38% de 10 jaar daarop. Of de 8 jaar daarop. Een hoge inflatie ook, van 8%. Staat hier zo'n dingetje op, zo'n een laserje. Ah, is dat dat? Ja. Ah, hallo, ja. Dus een laserje. Dus inflatie heel hoog, maar een rendement van 38 trekt de inflatie eraf, zit er nog altijd met 27% rendement per jaar. Uw koopkracht is daardoor 600% omhoog. Dat is fantastisch. Geld is gedaald in waarde met 46% op 8 jaar tijd. Hè. Dus de helft verloren. Als je gewoon in cash had gestoken, in goud had gestoken, kon je nu 6 keer meer kopen. Hè. Dus dat wil zeggen, je steekt er €100.000 in en je hebt €700.000 koopkracht binnen 10 jaar. Maar dat is dan geen 700.000, hè. Dat zal dan ongeveer 2 miljoen zijn. Wat dat dan ongeveer 700.000 koopkracht is vandaag. Hè. Maar als je dan zo slim werd om te zeggen, ja, dat goud is wel serieus gestegen nu. Kom, ik denk dat dat hier toch een beetje overdreven is. En die aandelen zijn zo genegeerd geweest. Ik ga mijn geld nu steken in aandelen in 1980. Ja, fantastische beslissing, want je had toen een gemiddeld rendement van 17% per jaar. Inflatie van 5% per jaar. Maar goud toch 11% over. En dat komt neer op een 193% koopkrachttoename
Ook zeer goed. Want 100% is al een verdubbeling. Je kunt al dubbel zoveel kopen. En 200% is een verdrievoudiging. Je kan 3 keer zoveel meer kopen na 10 jaar. Als je dan zo slim was om in de jaren 90 te zeggen, ik ga nog eens in aandelen blijven. Want ik denk dat dat hier nog veel langer gaat duren. Dat was de juiste beslissing, 18% per jaar, 14% netto. En niet een verdrievoudiging, maar nog eens een verviervoudiging van je koopkracht. Niet van je geld, hè, maar van je koopkracht. Dus eigenlijk is goed investeren heel eenvoudig. Als je de juiste activa kiest om de 10 jaar na 30 jaar, kun je 80 keer meer kopen. Hè? Dus dat ligt allemaal in het verschiet voor ons. En je moet er eigenlijk niks voor doen. Passief investeren. Maar een ander boek dat mij ook was bijgebleven die periode is Conquer the Crash van Robert Prechter. En Robert Prechter die zei dat een nieuwe depressie mogelijk is. Hij was al veel te lang aan het zeggen. Maar ja, hoe langer dat hij ongelijk kreeg, hoe meer dat de kans werd dat hij iets gelijk ging krijgen natuurlijk. Dus, en wat zegt hij? Een grote depressie zal terugkomen en vastgoed zal enorm dalen dan. En de banken zullen daardoor failliet gaan. Maar dat was voor mij schitterend, want ik zat bij ING vast. En mijn opa geloofde daar nog wel in. Het zijn broek wel gescheurd, maar dat was voor mij schitterende informatie. Want via dat boek kwam ik te weten dat het zeer eenvoudig is om te weten te komen of uw bank een grote depressie gaat overleven. Het enige dat je moet doen eigenlijk is kijken waar is de bank zijn geld in belegd. Ja? En dan bijvoorbeeld, hè, een bank belegt geld in leningen aan cliënten. Ja? Daar kun je gewoon bedrijfsleningen onder verstaan. Hè? Bank belegt ook geld aan in mortgages, is dus hypotheken. Ook leningen aan cliënten. En zij zeggen, kijk, als er een depressie gebeurt, alles dat ze belegd hebben in cash, zal 100% van zijn waarde behouden. Dus dat is een goede belegging voor de bank, daar verliezen ze niks op. Maar bijvoorbeeld alle leningen aan klanten, daar zullen ze maar 25% van recupereren. Dus daar verliezen ze veel. Alle hypotheken zullen ze 50% aan verliezen. Ja. Dus als je dus gewoon kunt te weten komen hoeveel geld heeft die bank in hypotheken geïnvesteerd, hoeveel geld in cash, hè, dan kun je eigenlijk op voorhand voorspellen, als de depressie gebeurt, gaan die overleven of niet. En dus ging ik met mijn goede informatie naar de vermogensbeheerder en vroeg ik hem in 2005, zal ING een depressie overleven? En ik kreeg natuurlijk het standaard antwoord, beste Mark, de rating van ING is zeer hoog en is ook zeer goed en alles is oké. Maar goed, een belangrijkere vraag was, is mijn geld goed belegd als er een depressie gebeurt? He, want ons geld was niet belegd in ING of op een spaarrekening. Nee, het was belegd in aandelen en obligaties. En dus gaat dat eigenlijk wel zijn koopkracht behouden als er een depressie gebeurt? Daar kreeg ik geen antwoord op. Hij zei, uw geld is belegd in een fonds en als de ING failliet gaat, dan bestaat dat fonds nog, dat is geen probleem. Ja, ja, maar wat is de waarde van dat fonds? Dus eigenlijk kwamen daar geen degelijke antwoorden op. In 2007 heeft mijn grootvader beslist van te stoppen. Hij is intussen overleden. Maar daardoor heb ik het geld in eigen beheer gekregen en heb ik het zelf beheerd. Vanaf 2007. De analyse, het eindresultaat, we hebben ons geld in vertrouwen gegeven aan ING op 99. In 2006 was hun laatste jaar. Totaal rendement was 0 in euro's bekeken. Maar ja, de inflatie heeft niet stilgestaan. Hè. Toen ik met Belgische frank betaalde, kostte alles veel minder dan vandaag. Dus als ik dezelfde aantal Belgische frank krijg 8 jaar later, dan kom ik niet meer hetzelfde. Hè. En de officiële inflatie was 20% over die inflatie, over die periode. Dus officieel had ik zeker 20% koopkracht verloren. Maar vastgoed was verdubbeld. En ik was wel van plan van een huis te kopen. Dus mijn kapitaal kon al de helft minder huizen kopen. Dan kreeg ik mijn geld in 2007. En ik had al een visie gevormd dankzij die boeken. Dankzij Mark Faber ook, die zijn eigen persoonlijke visie had gegeven. Waar moet je de komende 10 jaar je geld in steken?
En ik had, mijn besluit was, die aandelen zijn levensgevaarlijk. Oké, het gaat nu terug goed, maar ik heb mijn broek al gescheurd aan die .com en ik geloof er eigenlijk niet veel van. Ik denk inderdaad dat het mogelijk is dat we terug een nieuwe grote depressie krijgen. Maar ik geloofde ook dat de inflatie veel erger ging worden. Ik geloofde dat zilver de beste investering was en was ik dus heel veel fysiek zilver aan het kopen. En junior mining companies, daar was ik helemaal gek van. Ik was mezelf al echt rijk aan het rekenen ermee. Ik geloofde niet alle verhaaltjes. Peak oil bijvoorbeeld kan wel, maar hoeft daarvoor geen invloed te hebben op de prijs. Het is maar als er genoeg alternatief is, zal de prijs niet omhoog gaan. Mijn kapitaalindeling in 2008 was dan ook beslist. Ik had 40% fysiek, edele metaal, waarvan minder goud als zilver. Ik had ook een beetje een aandeel. Ik geloofde niet echt in de beurs, maar ik geloofde wel in die mining companies. Daar ging ik veel geld mee verdienen. En ik had nog veel cash. Ik was nog maar juist begonnen eigenlijk. Maar ergens had ik toch ook wel veel reservaties ten opzichte van... ik heb veel getwijfeld aan Chinese aandelen. Ja, die Jim Rogers stond daar maar over China bezig en over commodities. Ik heb ook getwijfeld aan die commodities. Ik heb mijn rekening geopend, maar ik heb niet gedurfd. Gelukkig. Want in 2008 was het heel pijnlijk, ook voor mij. Goud was de juiste investering. Dat is 10% gestegen. Zilver was 25% gedaald. Dus dat was wel niet verwacht voor mij. Want ik had een bankencrisis verwacht. Maar ik had niet verwacht dat mijn zilver dan ging dalen, hè. En die aandeel, dat was een totale catastrofe. Een compleet wipe-out, de helft verloren. Mijn cash was nog een van de beste investeringen. Maar goud was het beste wel. Hè? En mijn resultaat was min 10%.